Morning. Kijk, ik heb dit pak aan. Dat kennen jullie van die One Minute Fashion Fit. Maar toen bedacht ik me dat ik er ook nog één niet heb laten zien die ik wel heel cool vind. Dat is die in dat glanzende blauwe pak. Ik heb iets heel spannends op het oog. Het is een catsuit in kobaltblauw in high shiny materiaal. Ik zag een foto. Het vond ik dus te gek. Zo'n heel pak in dezelfde stof. Iedereen die mij kent, misschien van mijn eigen vlogs, die weet dat ik altijd baggy, oversized dingen aan heb. Ik vind het ook heel gaaf. Dus dat doe ik echt niet alleen maar om mezelf te verbergen. Maar er zit ook nog wel een beetje weerstand naar gewoon een keer een sexy look. Ik ga het aantrekken. Het is heel feestelijk. Ik heb hem nu helemaal zo gestyled en iets meer richting fashion te krijgen. Oké, tot de volgende. En Simon Meijs was open. Kaascroissants. Morning! Even te ontbijten, want ik was te vroeg. Ik had me vergist. Kijk, ja, kaascroissants. Jou ging een soort van nieuwe wintertijd in. Ja, ik was echt helemaal in de war. Datinglife gaat niet helemaal zoals verwacht. Waarom dan niet? Nou ja, toch niet helemaal de bedoeling, denk ik, tussen ons. En er is iets gebeurd dan? Nee! Gewoon hoe het loopt. Het loopt niet soepel. Nee, de omstandigheden zijn een beetje uitdagend. Maar ik durf het bijna te zeggen. Oh, dat had je al verwacht. Ja, maar ik zelf ook. Nou, oké, doei jongens. Jongens, kijk. Britt heeft dit als deco. Ja, morgen. Zo. We zijn onderweg naar Purmerend, naar Mallepietje. Ja, en Noppes. Nou, we zijn hier op een industrieterreintje in Purmerend. En als het goed is, zit hier ergens die Mallepietje. Ja. Ja, ik heb geen plek meer voor een fauteuil, maar mijn fauteuiltje is al zo leuk. En dit vind ik ook fijn om een boek neer te kunnen zetten. Is dit zo mooi? Oeh, aansteker. Dit is ook een gaaf ding. Haakje. Ah, ja. Echt een oude jas. Mooi. Staat hij goed? Wat is dit voor feestelijks? Allemaal schalen in diezelfde vorm. Deze is ook nice. Prachtig ding. De hele tijd vind ik van die poppen, ja. Als je sec naar die outfit kijkt, is het heel fashionable. Moet je voorstellen dat ik dit pak nu aan heb. Nou, jij zou het zo dragen. Toch te gek, maar ja. Ook Folk Arabia-achtig. Mm-hmm. Veel stof. Ik vind deze pop ook minder eng als de vorige keer. Silhouette, ja, ik doe dat popje wel even weg. Zo'n pak, weet je dat die stof die staat. Die hakjes ook schattig. Ja. Ja. Oh ja, ze ziet weer wat. Nee. Oh nee. Valse alarm. Kijk, deze twee die zijn ook te gek. Ja. Deze. Ben ik dus verliefd op die twee. Waar ik en geen plek voor heb. In mijn hele huis is er niks groot genoeg waar dat past. En ze zijn boven budget. Ja. We gaan vragen wat de bodemprijs is voor deze. Oh, dat is een setje.
Nou, ik vond het wel geinig bij elkaar. Maar jij weet dus waar dat origineel verdient? Nee, niet. Maar ik ga het wel gebruiken voor... Ik heb namelijk... Ik werk thuis. En ik heb een zo'n tekenmap. Ja, ja, ja. Aan hele grote boeken die ik hier dan mooi in kan zetten. Want nu... Ja. Moet ik ze constant verplaatsen om dan iets erachter te pakken. Wij hebben hier grote schilderijlijsten en zo. Ja. Ja. Nou, hey, wat is de prijs voor deze? We doen een tientje alles bij elkaar. Fijn, dank u wel. Kijk. Mag ik binnen? Natuurlijk. Als ik iets meer budget zou hebben, had ik die vaas sowieso gekocht, die tafel. Ja. We gaan nu lekker hier kijken. Dit is heel veel kleding. Heel veel kleding. Zit er handen uit de mouwen, echt gaan shoppen nu. Ja. Ik laat mijn jas denk ik even hier. Ja, is goed. Gewoon om beter te kunnen spitten. Ja. Oké, doei. My goodness, ik hou het niet meer. Dit vind ik zo'n mooi ding. Ik ben van alles aan het doen hier al. Kijk, deze is alvast gereserveerd, maar deze zuil komt er nog bij. Ja, super. Jongens, wat is dit nou weer? Ik ben nog geen 3 minuten binnen en ik zie al... Allemaal geweldige dingen. Oh, ik zie daar nog een cel. Wat is dit voor winkel? Wat is dit voor winkel? Deze is gereserveerd voor mij. Even nog één dubbelcheck over nadenken met die spiegel. Kijk, dit stoeltje is toch ook eigenlijk beeldschoon? Hier in de countryside. Ik hou van kerst. En ik heb hier dit kitscherige gold met roze. Jongens, dit wordt zo te gek in mijn woning. Ik ga dit laten zien. Dit is allemaal voor mijn slaapkamer. Mijn nieuwe liefde. En hier. Wij gaan even wat eten, want we hebben vet honger. Ik vind het echt leuk dat je allemaal moedroodje. Ik ook. Ja, wij doen allemaal leuke dingen, Britt. Het gaat heel ontspannen altijd, hè? Geen gedoe. Alsof ik al heel lang even heb. Ja. Dat was er weer, Britt. Apocalypse. De muziek zag dat. Ja, die moet uit. Willem moet even zo. Willem, man in nood. Prachtig, jongens. Ja. En we hebben Wine Slow Remix geluisterd van Flex en Ronnie Flex en hoe heet ze? Femke Louise. Jeugd, die te laten zien. Oh ja. Show me your tits. Tits are out. Tits out. Tits out. Dus we hebben alleen maar Nederlandstalige, goede, vette hits geluisterd. Dat was lekker. Oké, doei. Net mijn haar gewassen. Het zit een beetje netjes nog. Daar houden sommige mensen van. Ik niet. Ik vind het lekker als het een beetje geslierterig gaat zitten. Oké. Ik heb een waanzinnige shoppingtrip gehad met Britt. Ik kan zeggen dat ik dat qua meubels de beste kringloop ooit vond. Omdat zij heel veel dingen hebben staan die heel fashionable zijn in mijn beleving. Deze twee kaarsen. Nou, giga bloem in 2 maten wil ik heel graag hier op tafel zetten. Dit ding, dit is eigenlijk niet echt eens zo'n interessant ding, denk ik. Dit kan je vast nu ook gewoon nog bij kookwinkels en zo kopen om je receptenboek in te zetten. Alleen ik wil er een mooi kunst- of modeboek, fotografieboek in zetten. Yeah.
zo'n klein dun kaarsje in. Ja. En deze hoort natuurlijk bij die zwanenfamilie die ik hier heb. Ik hou gewoon van dingen clusteren. Dus dat met alle witte porseleinen items bij elkaar zitten. Alle brass, koper en gouden dingen bij elkaar. Dus van die nestjes. En deze hoort dan bij die witte familie. Deze was bijvoorbeeld 40 cent. Deze twee dingen. Oeh, oh ja. Oh. Een van de dingen waar ik me echt heel erg op verheugd heb ik bij de Action gekocht. Want ik ging met Britt in Purmerend nog heel even naar het centrum. Maar even terug naar dit ding. Dit t-shirt. 2 euro. Schiezer. XXL. En voor de nerds. Je ziet wat voor mooie knit dit is. Dit is echt kwaliteit. Heb ik dit ding gekocht bij Action voor 5 euro. En het is dus zo'n disco-achtige lamp. Mensen die altijd kijken weten dat ik... Hier had ik eerst een roze lamp in zitten. In ieder geval een lamp die van kleur kon veranderen. Maar die heb ik naar mijn slaapkamer verhuisd. Dat ga ik zo uitleggen. Maar dat betekent dat hier nu niks in zit. Dus we gaan deze erin doen. Toch even die kap. Ik weet het niet, jongens. Ik ben er nooit echt van gaan houden. Dus ik doe hem even zonder. Huh? Oh ja. Oh. Je ziet het op de muur al. En ik zal... Kijk, ja. Maar dit geeft een heel vrolijk effect daar. Oh, hier ga ik weer zo van genieten. Nou. Dus deze, het volgende. Deze hanglamp. En hij is helemaal in perfecte staat. En ik ga nu laten zien waar ik die ga ophangen. Maar ik moet even aan iemand vragen of die mij even wil helpen. Want ik denk niet dat ik dit kan. En als die geen tijd heeft, ga ik het zelf doen. Kijk, dit is een beetje een gek ding. Dit is die roze lamp. Die ik bij de IKEA heb gekocht, die je van kleur kan veranderen met deze afstandsbediening. En toen had ik een elastiekje met allemaal van die slierten gemaakt, zelf, van het raffia. Dit lint heb ik om een haarelastiekje heen gebonden, afgeknipt, opengerommeld. En het werd dus zo'n pluim. Alleen het lijkt nu veel te veel op die baarmoeder die... Die baarmoeder die in dat voorlichtingsfilmpje zit. Van als je ziet hoe bevruchting en zwangerschap op gang komt. Dan heb je zo'n slierten die allemaal zo openstaan. Nou, daar lijkt dit nu te veel op. En dan recht boven dat bed vind ik toch een beetje gek. Dus wat ik graag wil is deze transparante kap hierop. Die slierten. Een soort palmboom, wat wel eigenlijk wel heel leuk is. Oké, voorlopig blijft hij daar even. Dan dit ding. Heel mooi ingelegd met metaal en houtsnijwerk. Dat is een heel klein dienblaadje wat ik dus naast mij op de bank kan neerzetten om mijn thee op te zetten. Oh ja. Oh! Was dat goed. Die man in die kringloop van Malle Pietje en ik wisten dus allebei niet waar dit voor was. Alleen ik ga het gebruiken om heel wat van mijn collages, tekenpapier, boeken... Natuurlijk het mooiste voor het laatst. Ik zag het. Nee, Britt zei, oh Roos, dit is echt iets voor jou. En ik laat alles vallen en ik sprint naar dit ding toe.
Een porseleinen plantenzuil met gouden en zilveren details. Helemaal perfect staat. En ik heb al één zo'n zuil hier staan. Dit vind ik dus zelf meer Jugendstil stijl qua deco. En deze is meer jaren 90 tuttig. Dan ga ik nog even een mooie pot zoeken. Dit is nu een soort van palmbomenfamilie. Het is nog een beetje onrustig, maar goed, dat gaan we nog zien. Die roze spiegel met... Tadaa. Te gek, hè? Mooi dit, hoor. Oké, doei!